Nou, ik ben wel benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit er klaar voor. Ja, heel vervelend is. Antjes. Oh. Oh nee. Jezus, wat de fuck is dat voor een? Dat is een goed argument wel op zich. Kattenmoeder, wat? Jezus, wat de fuck is dat voor een? Het is gewoon een oncoloog, hè? Die hem de uitslag komt geven. Je moeder heeft kanker. Jezus, kattenmoeder! Mogol! Honderd keer slaap ik je kanker in, hè? Vooral die slippers, dat is eigenlijk wat... Ik vind het wel lekker hoor, je slippers in de auto. Ja, ik wil daarheen naar die slippers. Het valt mij dus mee dat hij die motor niet omduwt. Ik heb een fucking camera! Ja? Wat erop, man! Wat denk je? Dat zegt ook zelf van mijn lafheid hoor, hoe ik ben. Ja. Gewoon niet gaan vechten, wel zijn we hop en dan snel wegrennen. Ik vind het wel heftig, maar ik vind, dit zijn wel filmpjes waar ik goed op ga. Ja. Dit soort gasten had interessant. Zijn ze nou dik of gewoon ook heel sterk? Maar hij lift tegelijkertijd 200 kilo. Ja. Maar hij ziet er ook uit als een dikke gozer. Ja. En dit is super onhandig om dit te zeggen. Het kan allebei, denk ik. Maar ik onthoud even zijn kenteken, zodat ik weet wanneer ik wat harder moet wegrijden. Ik geef het 5 reten, omdat ik vind het gewoon leuk om te zien. Kom op dan. Godverdomme! Wat je erbij zet! Wat beest. Oh! We beginnen deze week met een foto van de kont van Sylvana. Nee? Of kunnen we die niet laten zien? Wil jij... Nou, ik ben dus van de trap afgevallen. Laat even die foto aan hem zien alleen. Wil je dat niet? Ook niet? Kijk, dit is hoe het... Jezus! Ja, dat zegt toch! Ik ben van de trap gevallen. Het lijkt alsof jouw vriend mis heeft gestoken. Peter Pannenkoek! Wauw! Yes! Ja! Hey, hoe doorsta je de coronatijd? Dit was het nieuws nog eerst 7 weken. Dus dat de dode tijd. Ja. Ik heb nu nog een uitzending van mijn voorstelling die ik een beetje moet promoten. En daarna begint, waar? NPO 1. 8:30 maandag op Koningsdag van jouw belastingcentrum. Dus ik kan beter kijken, want je hebt al betaald. Ik game nu heel veel. Okay. Ik ook. Ja. Modern Warfare. Ja, Warzone. Nee, Team Deathmatch. Oh ja, nee, dan word ik echt in mijn kontje gepierd, zoals Sylvana alleen maar die zegt. Ik vind Warzone, dat vind ik Fortnite voor 8-jarige kinderen. Nee, maar het valt mee. Het valt tegenwoordig mee. Het is... Okay, Je zit ook met een volwassenen die achter de kinderen aan zitten. Het is een soort mail van kinderen en pedofielen. Ja, nee, ja, en ik ben dan... Ja, nou, reken maar uit. Peter, ken je het concept? Ja. Kutfilmpjes kijken en domme opmerkingen maken. Ja, leuk. That's it. Het is niet heel... Het is eigenlijk dit was het nieuws gewoon. Ja, alleen dan over filmpjes. Maar dan een hele goedkope versie. Het is een soort gezichtsklisma. Dat is ook een genre. Het is de jongere, nee. Nee, geen opmerkingen. Geen opmerkingen. Het doet mij een beetje denken aan die jongens van de kauwgombouw. Kauwgombal challenge. Ja. Ken je dat? Nee, die ken ik niet. Hey mensen, wij gaan de kauwgom challenge. Mama. Voeten omhoog. Ik weet dat van een vriendin. Het doet pijn als het zo door je neus eruit komt. 4 reten. Ik geef het 4 reten. Kinderen die lijden, leuk. Mijn neefje van 1,5 kneep dit weekend in mijn theepot tijdens het douchen. Hij wilde met mij douchen. Het was, met wie wil je douchen? Met papa, mama of met tante? Tante. Toen ging ik samen met hem douchen. Toen moest ik hem optillen. Toen kneep ik mijn theepot. Het is echt pijnlijk. Dus je hebt niet alleen een blauwe reet, maar ook een paarse theepot. Je bent wel de show aan het stelen nu ik er ben. Het is, je bent mij, ik kom gewoon geen shot voor. We gaan van de blauwe reet naar de tafel. Ik ben benieuwd wat het verhaal hierna komt. Nee, nou, mijn vader stak opeens met pik in me. Fucking TikTok. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. Als Instagram kech kun je niet... je zoontje gebruiken voor de aandacht. Dat kan niet. Maar dat is toch de enige reden waarom mensen op Instagram kinderen nemen? Voor de likes. Ja, toch? Dat idee krijg ik echt soms. Ja. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Wat? En dan, ik val er midden in. Ik vind het een beetje vervelend. Ook nog dat nep doen alsof ze het niet verwacht. Want ze heeft het waarschijnlijk heel erg ingestudeerd. Ik vind het raar. Het doet me ook denken aan vroeger. Thuis. Leuke tijd was dat.
Drie reten. Bespeelde jij je moeders borsten als instrument? Dat impliceer ik een beetje. Ja, nee, ja, dat is leuk. Humor. Ja. En wie was de leraar daarvan dan? Ja, mijn vader was weg toen ik vier was, dus die niet. Oh, ja. Oh jezus. Oh. Zo, voor de kijker, René is weg, die is op zoek naar zijn vader. Sinds Peter hier zit, is hij veel meer... Is er, ik heb René nog nooit zo open gezien. Hij is wel open, ja. Dat is ja. Van dat vader... Ik maak er onmiddellijk misbruik van. Ja, tuurlijk. Je bent eigenlijk een soort van cabaretier-achtige loverboy. Eerst manipuleren... Dit is een van de grootste complimenten die je me kan geven. Peter Pannenkoek als loverboy. Afbreken en opbouwen. Manipuleren op het moment dat je ze hebt, Weet je wat ik wel eens denk, en ik weet het is moreel totaal aanvaardbaar, maar wat een loverboy doet, zijn werk, dat is best wel tering knap. Ja? Dat je gewoon, nou, ik daag mannen, probeer maar eens jou te versieren dat je jou twee maanden later zo krijgt dat je iets gaat doen waar je totaal geen zin in hebt. Ze kiezen de mensen wel uit, net als jij nu René hebt uitgekozen. Ik kijk de zwakste, René, zeg maar, de zwakste van de roedel. Emotioneel ook instabiel. Ja. Heb je dat ook als je zelf een show hebt, dat je dan eigenlijk misschien al de eerste rij ook, of vind je dat te makkelijk, de eerste rij mensen uitkiezen? Nou, ik pak vaak, maar dat is ook omdat door de lichten zijn de eerste rijen de mensen die je ziet. Dus als ik een improvisatie wil, moet dat met de eerste rijen. Je hebt ook mensen die zie je aan hun blik, ik wil worden aangesproken. Die moet je nooit hebben. Oh, that looks incredibly painful. Oh, thank you. Oh, maar waarom? Ik snap het ook niet. Waarom zou je dit doen? Een vet is misschien. Is dit niet gewoon griem? Maar ook zo, dat zou op en neer mee gaan. Maar in welke zee is dit gevangen? Kijk hoe het ook beweegt. Kijk, die tanden bewegen nep. Kijk. Die tanden bewegen zo mee als een soort rubber. Speciaal laten piercen om viral te gaan en dan een of andere lul in het programma. Fake! Ik heb een navelpiercing gehad vroeger. Super ordinair. Van wie kreeg je dat? Zo lullig. Onder dwang. Van wie? Van mijn moeder en mijn zus. Van je moeder en je zus? Die zeiden, wordt wat sletteriger. Kom, je moet wel de familienaam hoog houden. De RIVM heeft een onderzoek verricht. En daaruit blijkt dus dat de straling van de 5G... op dit moment in ieder geval net zo laag is als die van de 4G. Ja, maar ik vind het RIVM niet echt te vertrouwen. Het is een Rijksonderzoeksbureau. En ten eerste, ik vertrouw de Rijk niet zo. En ten tweede, ja, ze hebben al keer op keer aangegeven dat ze niet te vertrouwen zijn met alle testresultaten die ze aanleveren. Dus ik ben zelf op onderzoek uitgegaan. En waar doe jij onderzoek? Welke website of welke media? Op Facebook. Je hebt toch ook dat ene filmpje van die ene vrouw? Dat heb gestaan op Facebook. Dit is de zoon van haar. Facebook. Danny Goossens. Ik vind hem echt dat hij best wel goed doet. Ik vind die programma's van hem best wel leuk. De beste keuze die Danny ooit gemaakt heeft, is weggaan bij Ponius. Facebook en eigenlijk overal waar ik informatie vandaan kan. Ik vind het goed dat hij dit soort mensen interviewt. Omdat ik lees alleen maar op nu.nl is weer een zendmast in de fik gestoken. En dan, ja, maar dit zijn die gewoon die dat doen inderdaad. En dat wil ik weten, maar dat vind ik dus super interessant. Ah, kijk. Het is gewoon best wel normaal. Het ziet eruit als een normale gozer. Gewoon Google, internet en overal. Als je dit wil veranderen, moet je wel inzichtelijk krijgen hoe dit ontstaat. Ja. Als je niet, zo wilde ik bedoel... Tuurlijk. Gewoon Facebook aflassen. Je zou dan heb je allemaal van alle huismoeders in Nederland die geloven nou dat van 5G dat je corona krijgt. Ik vind hem vooral een beetje irritant. Want een tatoeage. Was dit een woord? Ja. Wat dan? Irritant. Oh. Hij had een tand op zijn hand. Jezus. Oké. Ja, heel goed. Ik wist niet dat Wim Kant gerekeneerd was. Je haat woordgrappen, hè? Oh, ik haat woordgrappen. Ik vind woordgrappen het domste wat er is. Nee, ik vind het laagste van het laagste. Ja? Ik vind dat super irritant. Het zijn de complottheorieën onder de grappen. Dat is gewoon... Kinderen kunnen ook woordgrappen verzinnen. Ja, is dat zo? En ik vond mij, nogmaals, jouw werk is van hoog niveau en het is heel knap. Maar ik trek het gewoon echt totaal niet. Ja, ik ben hier. Kijk eens. Alsjeblieft. Oh, zo. Hoeveel is dat over? 3,75. Alsjeblieft. Laat de rest maar zitten. Dank u. Die met Nicolette van Dam. Alsjeblieft. Even kijken. En dan een glaasje water erbij. Geen probleem. Alsjeblieft.
Die vond ik leuker, want dan gooide ze echt die glazen gooiden ze kapot. Ik vond het juist leuk omdat deze man juist shit in zijn gezicht krijgt. Ja, dat vond ik ook wel leuk. Dat doet me denken aan... Kijk eens, alsjeblieft. Oh, zo, hoeveel is dat over? 3,75. Alsjeblieft, laat de rest maar zitten. Ik wil ze allemaal een heel groot hart onder de riem steken. Het is best wel een heftige tijd voor iedereen. Hollandse keuken, Franse keuken, Chinese keuken, Thaise keuken. Hou je taai. Soedanese keuken. Tweede. Afrikaanse keuken. Ik miste allemaal weer mijn grap, hè? Wat dat is echt zo jammer. Thaise keuken, hou je taai. Ja, maar dit is gewoon toch niet op te pikken, dit. Dit is toch gewoon... Als ik zo de hele tijd naar je woorden moet letten, kan ik toch gewoon niet meer normaal luisteren? Dat kan toch gewoon niet? Ja, dit is gave. Ja, het is gave. Je bent een van de meest vervelende superhelden waar ik het minst zin in heb. Wel woordgrap, vrouw. Nu. Ik denk nu bij alles wat ik zeg dat er een woordgrap komt. Dus ik durf nergens op te reageren, omdat ik alleen maar aan het zoeken ben. Oh, maar welke pak nu weer niet? Heb jij een leuke vraag? Oh ja, kut. Wat vorige week was de vraag... Ben je coronamoe? Oh ja. En waarom? Dus hier heb jij een leuke open vraag. Ja, wat is de beste loadout bij Modern Warfare? Ja. Voor de M4A1. Banaal laagstreep journaal schrijft. Ik vind dat we ook een keer onze waardering uit moeten spreken voor deze sympathieke gasten die ook in de coronatijd voor ons reten. Plus één voor jullie. Yeah! Ja! Anusjager 51 schrijft. Ja, ik ben coronamoe omdat iedereen met een boog van 60 meter om je heen loopt alsof je schurft hebt. En hij is Anusjager, dus het zijn zware tijden voor Anusjager. Dakhaas 39 schrijft. Ik ben coronamoe, want mijn opa is eraan overleden. Dus ja, laat er maar weer normale tijden komen. Dat is helemaal niet zo grappig eigenlijk. Ik dacht dat er komt ook een grap aan. Maar zijn opa is dood en is heel kut en zo. Dat is, Oh, sterk de poppie. Broek der Broeken schrijft. Ja, toch sneu, kut kinderen. Nee, absoluut niet. Nee, maar ik vind als je dit in een regisseur... Ik ken Dakhaas helemaal niet. Ik weet niet wat zijn opa heeft gedaan. Wat was zijn rol in de Tweede Wereldoorlog? Weet ik veel. En als je dit in een regisseur gooit op Dumpertreten, dan heb je kans dat... Ja, het is hier ook geen libelle TV natuurlijk. Precies. Jovinio schrijft, ik ben coronamoe door hetzelfde kutmodel dat alle reclames gebruiken. Het is een tijd waarin we samen moeten vechten tegen corona. Koop daarom nu je boodschappen bij Jumbo. Ik vind ook als ik ben ook al een paar keer thuis gebeld. Door gewoon callcenters. Oh, dat natuurlijk weten... Oh ja, dat vind ik altijd super irritant. Maar jij staat ingeschreven bij KVK. Ze getten waarschijnlijk al die nummers. Dat is vreselijk irritant. Dat zou ik KVK zijn, dat zijn al honden. Ja, dat zijn al honden. Zandjes. Ja. Volgens mij hadden we het hier vorige week ook niet over gehad. Kanker van koophandel, dat zijn ze. Kindereten schrijft, ik smeer mezelf in met vaseline en doe net alsof ik een vis ben op mijn kamer. Dat was het. dit vind ik wel misschien wel de kern van Dumper. Ja. Gewoon, dit is helemaal top, toch? Ja. Na 20 jaar weer kunnen horen. Oh nee. Oh nee. Oh, oh boy. Laten we... Oh. Nee, Hier ga ik dus heel goed op. Dit zijn mijn zoekopdrachten. Is dit niet gewoon waar corona vandaan komt, jongens? Oh. Is niet... Dit is waar de vleermuis van corona vandaan komt. Ja. Jezus. Maar hoe kan hoe kan dit? Hoe kan het zo ver zijn gegaan? Ik weet het niet. Ik zie het niet. Maar ik voel ook de bevrijding van haar. Dit is hoe Mark Rutte weer een nieuw pakket maatregelen samenstelt. Keiharde kritiek. Ja. Ook bij Dumpert Eten. We onderbreken Dumpert Eten even voor huishoudelijke mededeling. Dumpert Eten met Nick live. Maandag de 27e om 5 uur ga ik live koken op Instagram. Vind je dat nou leuk? Komt hier een boodschappenlijstje. Kan je gewoon live meekoken met mij. We gaan tortillas maken met pulled chicken en een pico de gallo. Sausje eroverheen, limoentje erop, happy in je mondje. Wat heb je nodig? 250 gram massa harina, oftewel maismeel. Je hebt zout nodig, je hebt heet water nodig. Kun je gewoon uit de kraan halen. Pulled chicken, wat heb je daarvoor nodig? Kipfilet, paprika, ui en barbecue saus. Pico de gallo. 1 uitje, 1 jalapeno, 1 limoen, een beetje zout, 4 tomaten en verse koriander. En haal ook nog voor de zekerheid even een avocado bij. En een biertje voor jezelf. Dus haal al deze shit in huis en kom maandag de 27e lekker live meekoken om 5 uur op Instagram. Gaan we gewoon lekkere dingen maken. Ja, heb je ook vragen over eten, over koken, braden, wokken, cremeren, noem het allemaal maar op. Kan je ze ook allemaal vragen. Hartstikke leuk, doe mee en zorg dat je erbij bent. Hartstikke leuk, maandag 27e, 5 uur. Lekker man. Jeroen! Jeroen, pas op met dat vuur! Jeroen, pas! Jeroen!
Jeroen, doe hem al gek! Ik heb het idee dat Jeroen de meest gebezigde naam in internetfilmpjes is. Kan want altijd kloppen, Jeroen. Ja. Kan best kloppen. Jullie zijn kenners, connoisseurs. Ja. Is het niet zo dat altijd. Het is altijd Jeroen. Niet doen! Ja, maar het rijdt ook zo. Jeroen niet doen is zo lekker. Het was gewoon de grootste, zeg maar, moderne classic die er is. Want waar ken ik dit van? Is dat van dat Ja, van die gozer die gooit een jerrycan benzine over een Fiat Panda heen. Oh, dit is de stem. Dat is van 2 jaar geleden. Dit is de grap. Ja. Oh, ja. Jezus, wat ben ik een debiel. Ja. Oh, dit is... Ik dacht gewoon dat dit weer een Jeroen... Nee. Ik loop nou, er gaat nu een wereld voor mij open. Ja. Ik loop mij al 5 jaar te verbazen. Hoe kan het altijd een Jeroen zijn die zo mijn dingen doet? Jezus. Jeroen! Jeroen! Zo. Het wordt geiler en geiler. Hij denkt, die jongen is zwak, nu neuken. Die gaan altijd naar het brandwondencentrum Beverwijk. Omdat mensen niet meer kunnen bewegen. What? You are stealing? Nee. En ik ben erin. I call the police. Please. Don't call the police. I don't want to go back in jail. Waarom acteren de gasten in pornofilms altijd slechter dan de vrouwen? De vrouwen zijn vaak niet zo goed. Maar ik vind dit typisch in pornofilmen. De gast is altijd nog slechter. Terwijl ik denk, volgens mij is het makkelijker gasten vinden voor een pornofilm dan vrouwen. Dus hoe kan je daar... Hoezo kan daar... Nou, mannen krijgen nog minder betaald, hè? Dat is in porno. Ja, dan vrouwen. Echt, zo'n gozer krijgt dan €400 of zo. Terwijl zo'n kerk, die krijgt 1000, toch? Ja. Dus het is echt, het is best wel leuk, want het is het enigste beroep waar zeg maar vrouwen meer verdienen dan mannen. We don't need police. He has a peanuts. Oh, he has a peanuts. Nee, maar je weet de reden toch waarom vrouwen minder verdienen. Het heeft te maken met kapitalisme, het heeft met vraag en aanbod, levensverwachting. Vrouwen leven langer dan mannen. Ja. Dus wij leven minder lang, dus een uur van ons leven is gewoon meer waard. We don't call the police if you feed us. Ik zit er, hallo. Ah, nee! Dit is gewoon reclame van een merk. Nou, geflasht. Heb jij dat als fantasie? Wat? Nou, voor mij 1 op de 3 vrouwen heeft de inbrekers fantasie. Nou, ik snap de fantasie in de zin van dat het wel geil is als je gewoon even wordt aangepakt. Ja, dus gewoon eens ja. Dat is een heel omslachtige manier van ja. Ik snap wel het gevoel. Maar ik vind een inbreker vind ik dan weer minder. Nee, maar nee, gewoon, ik heb dan wel liever, want ik hou ook niet van one-night stand. Daar hou ik echt niet van. Dus als een inbreker is die vaker terugkomt. Dan is het misschien goed. Ja. Een draaideur crimineel, nee, dat is wat jij wil. Ik had Arthur Schouwel, die had dit als fantasie. En die zei, hier, dan heb je mijn reservehuissleutel. En dan moet je me op een dag verrassen. Nee. Ik zei, je bent helemaal gek geworden. Heb je gedaan? Nee. Want die zat ook huisgenoot. Ik ga niet in een vreemd huis dat ik straks word neergestoken. Omdat iemand geluid hoort. En denkt ze inbreken. Of door haarzelf. Dat ze ook denkt gewoon... Met een bier en waar ik eigenlijk nog veel banger voor was. Ik dacht, stel je nou voor dat er echt wordt ingebroken. Maar dat zij denkt dat ik het ben. Ja. Dat zij opeens heel... Dat zij mij belt. Nou, je hebt me zo lekker geneukt gisteren. Maar waarom heb je de tv echt meegenomen? En ik zeg, waar heb je het over? Ik was gisteren bij een vriend. Don't call the police. Ik heb Ex on the Beach ontdekt, deze quarantaine. Oh, okay, ja. Dat is fantastisch. Holy fuck. Het is zo leuk. Ik snap, maar die spelen gewoon aangespoelde vluchtelingen na. Dan komen die exen komen zo strompelend. Dat je denkt, Maarten van der Weijden is er niks bij. Zij zwemmen gewoon naar Bali. Dan komen ze stroppen en zo. Nou, ik kan er niet over uit hoe... Ik vind Harry de Hengst, Harry, die zigeuner. Die legende. Zijn pik zwerft elke dag naar een andere kut. Oh, dit is denk ik haar Tinder of zo. Dat zij, hoe zij zichzelf eruit laat zien op Tinder. Ik snap het niet. Ik vind die vrouw veel mooier dan die Del in die foto. Het zal wel weer TikTok zijn, maar ik vind het toch wel grappig dit. Ik vind ze moeten extremer. Ik wil echt gewoon
Iemand aan een chemokuur, het moet veel groter. Ja, ja. Daar roep ik Dipper naar, het verschil moet veel groter. Ik vind het hartstikke leuk, een leuke nieuwe trend. Beter dan planken, 5 breedte. Want dat is waar ik ben gebleven, planken. Dat was het laatste ding wat ik heb meegemaakt. Handtekening! Ik ben nog nooit met Dipper Dreed tot dit moment gekomen. Ik wist helemaal niet dat dit een ding was. Oh, helemaal onder. Ik hoef geen aandacht. In mijn hoofd had jij tekenen, je zou nu een koekenpan tekenen. Nou goed, dan maar. Ja, dit was Peter Pannenkoek, Dipper Dreed. Vreselijk bedankt. Ja. En check het allemaal maandag. Half negen. Ja, oh, NPO 1. Half negen. Is alles beter, mijn voorstelling. Ja. Super, dankjewel. En kijk volgende week weer naar Dipper Dreed. Yeah! Yeah, doeg! Godverdomme! Wat je erbij? Wat beest. Oh.